YouTube schulden. Zeker weten. Oké, pak de camera, pak de camera. Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie kijken naar Split Sprint, een nieuwe video. En vandaag wil ik het hebben over YouTube schulden. Zeker weten, ik ben een YouTuber die heel veel schulden heeft. Vroeger was ik altijd zo van, ik heb veel geld en ik kan vast wel... Nou, ik had iets gespaard. Ik had het op mijn bank gezet. En ik dacht, laat ik stiekem views gaan kopen. Dus van, ja, dat is heel, heel stom gewoon. Het is heel stom. Nooit views kopen, mensen. Het is dom. En ik doe het niet meer, mensen. Echt niet. Ik doe het echt niet meer. En ik had dus views gekocht. En ik heb daar heel veel schulden mee verdingest. Want ja, ik kan mijn AdSense niet meer gebruiken. En ik doe het ook niet meer. Misschien later of zo. Echt later als ik groot ben of zo. Dat ik AdSense een soort van ga gebruiken met advertenties. Maar nu niet. Echt niet doen, mensen. Het is stom. Want ik heb dus 4000 euro schulden voor YouTube. En dus vandaar dus video's met 1000. Dat is dus gekocht. Mensen, weer te zeggen. Eerst die 4000 euro betalen. En dan pas geef ik... dat ding dus. Klein, hoe oud was ik? Ik had dit kanaal heette toen Aldi Vlog, heette het. En toen had ik echt een domme video. Had ik zeg maar geklikt op views kopen. En ik had het gekocht. En ik was helemaal een badass natuurlijk. Ik had 1000 views. Ik vond het helemaal gaaf natuurlijk. Maar ja, je moet het gewoon anders doen. Niet met geld. Je moet gewoon video's blijven maken. En dan komt het vanzelf. En geen views kopen. Dat is dom, stom en raar. Maar ja, ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben om geen views te kopen. Ik wil jullie meegeven. Niet doen. Niet doen. Gewoon lekker YouTube video's blijven maken. En leuke YouTube video's. En dan abonneren mensen wel. En liken ze wel. En doen ze alles, weet je. Dus gewoon, ja. Gewoon geen views kopen. En luister naar Arthur. En mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. We gaan even die abonnees pompen, jongens. Dat kunnen we. Reageer. En ik zie jullie weer later. Ja, dat is een goed idee. Later.